Ik ben nu 13 jaar praktiserend huisarts en het vak wordt ieder jaar vervelender in de zin van dat we meer administratieve lasten krijgen. Natuurlijk helemaal niemand heeft gekozen voor de zorg uit een diepe passie voor papier of een diepe passie voor Excel. En dus vind ik het ook mooi dat er een hele beweging van onderop eigenlijk aan het ontstaan is om te zeggen, we moeten er vanaf. Alleen maar zeggen, het hoeft niet meer, is vaak niet genoeg om echt van die regels af te komen. Dus het is snappen of schrappen en dan ook echt ermee kappen. Dat is precies wat je moet doen. Je weet vaak niet meer waar regelgeving of allerlei eisen begonnen zijn. Die gaan hun eigen leven leiden. Iedereen refereert eraan. En vervolgens krijgen we het gevoel van, ja, maar wie is hier nou de hoofdschuldige eigenlijk? Het blijkt dat je ook heel veel dingen doet omdat je denkt dat het moet. Maar niemand weet dan eigenlijk precies waarom het moet en van wie dat moet. En dat is ook wel een eye-opener geweest, ja. Vandaag gaan we 62 schrappunten aanbieden aan minister Bruins om ervoor te zorgen dat ook daadwerkelijk die schrappunten worden geëffectueerd. Ja, de belangrijkste schrapregels die voor ons ook erg belangrijk is het punt van één set van kwaliteitsindicatoren. Dus voor alle zorgverzekeraars één meetlat waar tegen we gemeten worden. Nou ja, we hebben weer een stapje gezet als het gaat over het inventariseren van regels die weg kunnen. Er zijn allerlei partijen uit het veld bij betrokken. En dat we weer een stapje zetten in de goede richting, dat vind ik heel prettig. En tegelijkertijd is het ook een beetje de energie erin houden, want we zijn nog lang niet klaar. Alle regels die weg kunnen en ook meer tijd voor de patiënt te krijgen, ja, dat is waar het om gaat. En daar zijn we nog wel een tijdje mee bezig. Ja, maar op dit moment zijn we er zeker nog niet. Die 62 schrappunten zijn duidelijk geformuleerd. En nou is het zaak om dit door te pakken. Nou, ik denk ook dat dit het topje van de ijsberg is. Maar het mooie is dat hier zoveel zorgprofessionals staan die met hetzelfde doel hier staan. Volgens mij helpt dit als we elkaar versterken. En het is een topje van de ijsberg, maar we kunnen die berg wel aan.